10 minuten later, het begint nu serieus te regenen. Het is eindelijk september en dan krijg ik weer een beetje vertrouwen in het overdag vissen. Ik ga het vanmiddag een uurtje of 5 proberen. Ja hoor, leven op de mat. Overstekend wild. Zwaar. Nou, het is weer eens een keer zover. Hey, oh, ja. Dat is een hele sterke, een hele dikke. En het is de eerste van het najaar. Maar niet voor de eerste keer. Ze moeten me altijd hebben, deze kringen. Ik ga hem voorzichtig terugzetten. Zie hier. De waterlating van een zware steur. Hij ligt daar rustig op de bodem bij te komen. Dat hebben we eerder meegemaakt. Gewoon met rust laten. En dan zie je hem straks rustig wegzwemmen. Lekker weertje hoor. Een briesje en een zonnetje. Voor mij mag het de hele herfst zo blijven. Super vis weer. Veel herfstachtiger zal het vandaag hier worden. 10 minuten later. Het begint nu serieus te regenen. Nou, in de stortregen heb ik toch nog een steur kunnen vangen. Maar ik heb hem niet gefilmd. Ik wist niet hoe snel ik hem terug moest zetten. Oké, nou, ik stop ermee. Ik ben net weer opgedroogd, dus ik ga mijn spulletjes opruimen en naar huis. Tot de volgende keer. Het is weer zo'n dag dat ik blij ben dat ik mijn brolly bij me heb. Gaat maar door. Het is bijna droog. Deze vis die snapt hoe het werkt. Je moet pas gaan aarzen als het lekker droog is. Dan hoef ik niet in de regen te gaan staan. Zoals de vorige keer. Ik vang ze niet graag, maar ik moet eerlijk zeggen, het geeft wel sport hoor. Nou, ik hoop dat Karper ook sterk is in zijn timing. En dan ook bij alleen maar aast als het droog is. Na een drill van 20 minuten. Gedraagt deze zich net als de vorige. Hij ligt bij te komen op de bodem onder mijn hengels. Ik zal zo wel weer wegzwemmen. Mooi, hij is weg, zoals het hoort. Al die steuren. Hoop ik dat vanmiddag de karper zich gaat laten zien. Overigens, de langste steur die ik inmiddels gevangen heb was een diamantsteur van 1,34 meter. Als ik hem goed gewogen heb, was hij een kilo of 16. Deze was beslist zwaarder. Ik schat toch wel 20 kilo plus.
Maar goed, ik ben uit op karpen. Hopelijk tot straks. En anders tot de volgende keer. Zou het nog gebeuren vanmiddag? Hendrik die pakt er nog een. Aan het eind van de middag. Mooie vis, Hendrik. Ja. Hij is puntje gaaf. Hele mooie. Ja, hij is echt heel mooi. Moet je kijken wat een prachtige schubben die heeft. Schitterende vis. Goedemiddag allemaal. Ik ben weer aan de waterkant en ik hoop vandaag mijn steurentrauma af te schudden door karpers te gaan vangen. Ik heb toch wel gemerkt dat die steuren een voorkeur hebben voor mijn gemalen kattenbrokjes. En vooral in combinatie met de combikeutel. Dus die gaat er vandaag niet aan. Ik kies gewoon voor een hele simpele snowman op één hengel. En ik ga een beetje voeren. Ik heb twee bommetjes gevoerd en ik hoop dat deze simpele montage de steuren weghoudt. We gaan het zien. Na 2 uur onafgebroken regen wordt het aan het eind van de middag toch nog droog. Nou, het kan nog gebeuren, je weet het nooit. Het goede nieuws is dat ik vanmiddag geen steur gevangen heb. En het slechte nieuws is dat ik helemaal niks gevangen heb. Tot de volgende keer. Plotseling gaan regenen, surprise, surprise. Het is net weer droog. En de wind valt weg. Nou, misschien gaat er nog iets gebeuren. Nou, dat was een korte duur. Het regent alweer. En weer is er een middag voorbij met veel regen en geen vis. En herrie achter me. Ik laat het gewoon zien, want ook dit is karpen vissen. Tot de volgende keer. Het voer ligt erin. Ik hoop dat ze erop afkomen. Karpen vangen, dat blijft een cadeautje. Iedere keer weer. Ik laat hem even zien. Ik laat nog even de achterkant zien. De andere kant moet ik zeggen. Ik geef het niet graag toe, maar nu ik ouder word en het buiten kouder wordt, neemt de motivatie behoorlijk af. Ook al omdat iedereen hier in bivy zit, soms dagenlang, zelfs wekenlang,
En ik zit te vissen tussen de drones en de voerboten met sonar. Ja, en dan moet ik toch toegeven dat ik daar niet tegenop kan. Het is niet mijn stijl van vissen. En ja, dan leg je het af. Iedereen moet trouwens doen wat hij wil hoor. Ik vind het helemaal prima hoe er gevist wordt. Alleen ik voel me daar steeds minder tussen thuis. Dus ik ga eens heroverwegen hoe ik verder wil. Met name volgend jaar. Tot de volgende keer en goede vangsten allemaal. Ciao! Goedemiddag allemaal. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zit ik toch weer aan de waterkant. Bij 5 graden buitentemperatuur. Toen ik aankwam regende het. En nu krijg ik zowaar een beetje zon. Dus wie weet. Wish me luck. Er is een ijskoude noordwestenwind opgestoken. En ik vraag me af wat ik hier zit te doen. Met 10 dode vingers. Na 3 uur afzien. Een ijswaterbui. En een lege mat. Is de lol er aardig af. Mijn vingers en mijn tenen vallen er bijna af. Dus dit is een goed moment om te stoppen. Dit wordt waarschijnlijk het... Nee, ik weet wel zeker. Dit wordt het laatste filmpje van 2023. Want in december krijg ik een staaroperatie. Dus dat wordt voorlopig niet vissen. En daarna wil ik ook nog even naar de zon. Dus ik wens jullie vast fijne feestdagen. Een mooie kerst. En een goede jaarwisseling. We zien elkaar opnieuw op 1 januari 2024. Met in ieder geval een filmpje. Het gaat je goed, goede vangsten en tot volgend jaar.